Heel veel onderzoek heeft aangetoond dat mensen die goed op de hoogte zijn over hoe onze democratie werkt, veel meer vertrouwen hebben in die democratie, meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de medemens. Dat hele internetgedreven tijdperk heeft ons heel veel goeds gebracht. Maar daar zitten we nu wel met de uitdaging van hoe gaan we het zo vormgeven dat het ook appelleert aan die basisdemocratische vaardigheden. De basis van ons democratisch gedrag is een kennis die min of meer gemeenschappelijk is. We moeten het min of meer eens zijn met elkaar. Door vooruitsnellende ontwikkelingen is kennis niet langer voorbehouden aan aangewezen experts. Met digitale toegang tot kennis en informatie en eindeloze mogelijkheden om inzichten en opvattingen te verspreiden, verplaatst het politieke en maatschappelijke debat zich naar verschillende fora. Dit vraagt om nieuwe, passende vormen om kennis voor beleid te ontwikkelen. De inbreng vanuit de samenleving wordt daarbij steeds belangrijker. Hoe kunnen we verantwoord omgaan met de manier waarop in ons land kennis wordt ingezet in democratische, economische en maatschappelijke processen? In onze democratische samenleving speelt kennis een steeds belangrijker rol. Dankzij internet en digitalisering kan kennis steeds sneller, gemakkelijker en ook steeds breder gedeeld worden. En daardoor is kennis niet meer het domein alleen van beleidsmakers en van experts. Iedereen kan kennis, maar ook een mening of een idee delen op internet. En dat maakt het tegelijkertijd ook belangrijker dat je kan beoordelen waar die kennis vandaan komt. En de burger wil ook belangrijkere rol gaan spelen in de besluitvorming van de overheid. En moet daar dus ook bij betrokken worden. En dan is de vraag van hoe organiseer je dat nou op een goede manier? We hadden hoge verwachtingen bij de komst van internet. Er was een nieuwe manier om als individu te functioneren binnen de democratie en je stem te laten horen. Hoe heeft dat beeld zich ontwikkeld? En hoe geven we hier in de toekomst vorm aan? Wat je heel erg sterk ziet, maar dat zie je met heel veel technologische vernieuwing, dat je eigenlijk altijd eerst een enorm optimisme ziet. Dus toen de digitalisering kwam en internet opkwam, was er eigenlijk een soort optimisme van, nou, dit gaat de democratie echt vernieuwen. We kunnen nu naar een vorm van democratie waarin mensen direct kunnen kiezen. Het ideaal of het droombeeld van een Atheense democratie, waarin iedereen in gelijke mate zijn stem kon uitbrengen, bijna dagelijks over complexe zaken. Dat was nu technisch haalbaar. En je ziet eigenlijk nu door, nou, onder andere verkiezingen in de Verenigde Staten, ook de Brexit, niet zozeer de uitkomst, maar vooral hoe die uitkomst tot stand is gekomen, met nepnieuws, beïnvloeding van buitenaf. Dat er een soort pessimisme is van, hey, die digitalisering waar we ooit zo blij mee waren, omdat het voor iedereen misschien een gelijke stem zou leveren, zou juist onze democratie kunnen ondermijnen. Omdat ze invloeden kunnen hebben op onze democratie en een aantal basisvoorwaarden die we belangrijk vinden in onze democratie kunnen verzwakken. In onze kennissamenleving verwachten we dat politici en beleidsmakers regels en besluiten baseren op wetenschappelijke inzichten. Op welke manier kunnen kennisinstellingen en universiteiten zorgen voor vertrouwen van de samenleving in kennisproductie en in het gebruik van die kennis door beleidsmakers? Wat kunnen burgers verwachten van de inzet van wetenschap voor maatschappelijke vraagstukken? En hoe betrekken we verschillende perspectieven? Een eerder onderzoek van het Rathenau Instituut, maar ook van anderen, hebben aangetoond dat de Nederlander heel veel vertrouwen heeft in de wetenschap en dat ze ook willen dat politici en beleidsmakers in hun besluitvorming en bij het ontwikkelen van nieuwe maatregelen, dat zij wetenschappelijke kennis daarbij betrekken. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat als er onderwerpen zijn die gevoelig zijn of als er ophef is over een bepaald onderwerp, dan wordt die onderliggende kennis ook vaak in twijfel getrokken en ter discussie gesteld. Dat is een lastige situatie, want van de ene kant kun je de nieuwe maatschappelijke uitdagingen waar wij voor staan, zoals een energietransitie, klimaatverandering, dat soort dingen kan ofwel een wetenschapper alleen of zelfs ook meerdere wetenschappers of een overheid kan dat alleen niet oplossen. Daarvoor moet je met elkaar samenwerken en ook samenwerken met bedrijven, met burgers. En dat is ook eigenlijk wat de samenleving verlangt. Als er in de samenleving wantrouwen is over genomen besluiten, komt ook de onderliggende kennis ter discussie te staan. Hoe zorgen we dat mensen beschikken over de juiste kennis om mee te kunnen denken en goed geïnformeerde keuzes te maken? Zeker als de beschikbaarheid van kennis verandert door technologische ontwikkelingen.
voor onze democratie is cruciaal dat we onze mening baseren op betrouwbaar nieuws. Dat is echt de basis van ons stemgedrag en de basis van hoe wij met elkaar omgaan als burger. En wie zorgt ervoor dat dat nieuws degelijk betrouwbaar, genuanceerd is? En dat zijn denk ik de vragen voor de volgende jaren. En zijn hele grote vragen. Het is natuurlijk ook een beetje een modewoord, maar het is toch wel een modewoord dat de volgende jaren heel erg zal blijven en bepalend is voor hoe wij ons nieuws zien. Wij zitten allemaal in onze bubbel. En ik ook. Ik ben per definitie heel erg NRC. En als ik dan zie wat ik op mijn Facebook krijg, dat is The Economist en de New York Times. En dat zijn pro-Europese stukken. En stukken die klimaatkritisch zijn. Die dus ja, geloven in de opwarming van de aarde. En ik zit in die bubbel. Wij dreigen ons allemaal te vernauwen tot die mensen met wie we het eens zijn. En wij dreigen niet meer tot ons te nemen die andere meningen. En cruciaal voor onze democratie zal dus zijn dat wij erin slagen om op een of andere manier dat wel te doen. En wat er gevaarlijk is, is dat de technologie daarin niet meewerkt. Dat de algoritmes vooral mij voeden in wat ik al graag lees. Dus dat ik bewust op zoek moet naar wat ik niet graag lees. En ik zeg dit makkelijk en terzelfde tijd blokkeer ik op Twitter een hoop mensen waarvan ik denk, dwaze mening. En dan denk ik iedere keer, oei, ik heb weer een deurtje in mijn bubbel dichter gemaakt. Want ja, en ik vind het soms dwaze mening, maar ja, die zijn er ook. En daar moet ik ook en zij vinden mijn mening misschien wel dwaas. Dus hoe gaan we dat doen? En dat is echt, dat denk ik voor de media, maar nog veel belangrijker voor de democratie, is dit denk ik een van de grote uitdagingen voor de volgende jaren. Wat gebeurt er als nieuwe kennis leidt tot controversies? Hoe kan debat productief zijn in een tijdperk van online nieuwsbeïnvloeding, filterbubbels, trollen, videomanipulatie? Kan digitalisering overheden helpen om vertrouwen te winnen en het democratisch proces te versterken? En kunnen we daarbij leren van de experimenten binnen andere werkvelden, zoals de journalistiek? Dan moeten we voor oppassen inderdaad om die technologie heel erg te zien als de grote boosdoener. We zien nu al heel veel mechanismes ontwikkeld worden die helpen bij het herkennen van bots en trollen, fake news. Daar kunnen we heel veel aan hebben als we slimme algoritmes hebben die ons helpen om de kwade boodschappen eerder te filteren. Maar we ontwikkelen bijvoorbeeld ook een tool die heet Journalist Navigator, die journalisten moet helpen om betere experts te vinden. Die bijvoorbeeld op hele specifieke kennisdossiers, er zijn nu zoveel academici en mensen die hele specialistische kennis hebben, maar die niet altijd gevonden worden, omdat journalisten net als iedereen ook gebruik maken van bestaande zoekmachines. Maar die zoekmachines die hebben een bepaalde logica. Die ranken degene met de meeste publicaties, die staat bovenaan. Dat maakt dat we heel vaak dezelfde experts vinden op bepaalde thema's, de usual suspects. Zo'n tool kan ons helpen om gewoon scherp te blijven van, hey, we hebben deze week 8 mannen van 40 plus geïnterviewd. Misschien moeten we ook even kijken naar wat jongere vrouwen, om die aan het woord te laten. En ik denk dat we met dat soort tools de techniek ook heel erg kunnen gebruiken als een facilitator. Het kan ons echt empoweren als we hem inzetten voor een wenselijke toekomst. Maar we moeten daar zelf vorm aan geven. Voor een goed functionerende kennissamenleving is betrokkenheid van experts, kennisinstellingen, wetenschappers, overheid en burgers nodig. Hoe houden we daarbij rekening met verschillende waarden? Daar wil het Rathenau Instituut samen met alle betrokken partijen een antwoord op vinden.